Goedemorgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, wat betekent dat ik gisteren dus niet heb gefilmd. Maar dat kwam omdat ik gisteren mijn camera heb gefixt. Daarvoor kon ik niet opnemen, dus we beginnen vandaag gewoon even op dinsdag. Ik ben lekker thuis aan het werk. Het is echt heerlijk weer. Het is iets van 26 graden of zo. Ik heb even deze clipje in mijn haar gedaan, zodat mijn haar uit mijn gezicht is, want... Het is gewoon echt heel warm, maar ik moet eventjes mijn haar wel loshouden, want ik moet meteen naar werk een campagne filmen. Dus daarvoor moet het nog goed zijn. Ik heb al lekker ontbeten, het is nu 2 uur en ik ga denk ik nu eventjes lekker ananas of zo eten. Ik moet nog even een mailtje eruit sturen en mijn vriend is vandaag niet thuis, hij is heel toch naar het strand met zijn vrienden. Dus ik heb lekker een dagje voor mezelf. Dat vind ik ook niet erg. Het is inmiddels avond en ik ben bezig met die campagne opnemen. En ik heb zoveel hoofdpijn dat ik nu even paracetamol ga nemen. Want ik heb het al een aantal uur, maar het gaat niet weg. Paracetamol helpt altijd wel, dus daar ga ik nu even 2 van nemen. En hopelijk is het dan zo weg. Want hier heb ik geen zin in. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Wat betekent dat ik vandaag lekker voor mezelf werk. Ik zie er echt uit alsof ik net wakker ben, maar dat is ook zo. Ik heb me al wel omgekleed om te gaan sporten, want dat ga ik niet doen. Ik heb best wel veel op de planning staan vandaag. Dus ik ga jullie meenemen zover dat weer kan. Hoe ver gaat ie? Ik ga benen trainen in de sportschool. Ik ga met de auto naar de gym. Als ik terugkom heb ik een meeting, een online meeting met Lot. Dus dat is mijn planning. Het is inmiddels middag. Ik heb vanochtend natuurlijk gesport. Ik heb gestretched daarna. Ik heb nog een app workout gedaan daarna. Ik had een meeting met mijn manager Lot. En nu ga ik een kruidvatcampagne filmen. Met onder andere deze producten. En de producten die daar in de douche staan. Een conditioner en een shampoo. Maar ik ga beginnen met... een before. Want ja, dit is natuurlijk niet best. En dat gaan we fixen met deze producten. Ik heb deze producten nog nooit eerder gebruikt. Maar ik heb het wel zo vaak aangevraagd gekregen of ik deze producten wil gebruiken. En ik weet dat ze goed zijn. Want ik heb ze bij Kruidvat zelf wel eens gebruikt. Maar niet zeg maar de hele routine. Dus ik ben benieuwd hoe de hele routine gaat zijn. Ik heb het sowieso echt al heel vaak voorbij zien komen met hele goede resultaten. Van mensen die de hele routine gingen gebruiken. Dus dat is precies wat ik nu ga doen voor deze video. En dan heb ik hopelijk straks een heel mooi resultaat. Want dit... Ja, ik weet niet wat dit is. Maar daar ga ik nu in ieder geval mee beginnen. Ik begin altijd met wat before shots. En daarna ga ik de douche in om te filmen. Dat heb ik ook al een tijdje niet gedaan trouwens. En daarna doe ik mijn routine na de douche. En dat is het dan wel. En dan het eindresultaat. En dan is de video klaar. Dan moet ik hem alleen nog editen. Daar zit waarschijnlijk nog meer werk in dan in het filmen. Dus dat ga ik in de komende dagen doen. Dit is het eindresultaat van mijn haar met de Kruidvat krullenroutine. En ik ben er echt heel erg blij mee. Het zit wel echt heel erg mooi. Maar het is inmiddels ook al 7 uur en ik heb nog niet gekookt. Dus ik ga nu snel koken. Want het is ook nog best wel een lang gerecht wat ik moet klaarmaken. Of in ieder geval een moeilijk gerecht om klaar te maken. Of iets wat gewoon lang duurt. Laten we daar op houden. Maar het is in ieder geval, ik zal het er even bij koken. Ligt hier in de kast. Mijn telefoon gaat uit mijn broekzak vallen. Gered.
Even kijken hoor, het is dit. Boboti. Het moet dus ook in de oven. Huh? Ik dacht dat ze... Oké, wacht. Oh, gelukkig. Ik dacht dat we maar één pak hadden. En ik heb er twee nodig, maar gelukkig heb ik er twee. Die andere die stond helemaal achteraan. Maar ik ga nu in ieder geval beginnen met koken. Het is donderdagavond, al betekent dat ik de hele dag niet heb gefilmd. Maar ik heb vanochtend dus zo'n glas genomen met chiazaad. Want ik zag dat op TikTok. Dat was een soort trend wat moest helpen tegen een opgezette buik na het eten. Maar sinds ik dat heb genomen voel ik me zo slecht. Ik heb me echt nog nooit zo slecht gevoeld van eten, denk ik. Het voelt echt alsof me... keel wordt dichtgeknepen en ik heb echt druk op mijn borst. Dus ik weet niet of ik allergisch ben of dat ik gewoon niet tegen die substantie kan. Maar in ieder geval, dat is de reden waarom ik niet heb gevlogd. Want ik moest ook gewoon de hele dag werken. Ja, als je je dan niet lekker voelt, dan is vloggen niet echt leuk. Maar ja, ik ga toch wel de deur uit. Want ik heb met Daphne afgesproken. Ik weet niet of ik mag zeggen waarom. Maar we gaan eventjes naar haar huis toe om iets te bekijken. Maar ze heeft het zelf nog niet gedeeld, dus ik wil het ook niet delen voor haar, zeg maar. Dus ik vraag zo meteen wel aan haar of ik het mag delen of niet. Zo ja, dan gaan jullie het zien. Zo niet, dan zien jullie het later waarschijnlijk een keer. Het is vandaag vrijdag en als ik het gisteren mocht delen van Daphne, dan hebben jullie hiervoor clips gezien van waarom ik bij haar langs ben geweest. Zit hiervoor niks en zie je gewoon het filmpje van gisteren waar ik vertelde dat ik naar haar toe ging, dan mocht ik het niet vertellen. Dus dan weten jullie dat. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt en vanochtend voor werk heb ik zelfbruiner opgedaan. Dus ik heb de hele dag gemarineerd in de zelfbruiner en ik heb het er net afgewassen. Het is nu bijna 6:30, dus ik ben al een uurtje klaar met werken. En nu gaan we lekker koken en we gaan wraps eten. En ik vind het zo lekker. In ieder geval de wraps die wij maken met ons recept zijn zo lekker. Ik zal eventjes wat dingetjes filmen van het recept, maar het is echt niet normaal. Het is zaterdag en ik was gisteren zo hongerig dat ik gewoon bijna geen filmpjes heb gemaakt van het eten. Maar volgens mij heb ik wel twee gemaakt, dus die zagen jullie waarschijnlijk hiervoor. En daarna heb ik nog een boodschappenlijstje gemaakt voor vandaag, want we gaan natuurlijk boodschappen doen altijd op zaterdag. En wat ik ook nog heb gedaan is gestreken. Want ja, de strijkstapel die was zoals gewoonlijk natuurlijk weer echt heel erg hoog. Dus dat heb ik ook bijgewerkt en ik sta nu in mijn sportoutfit. Want we gaan sporten en na sporten boodschappen doen. En ook nog heel even naar de Nike Store. En vanmiddag werken en dan aan het einde van de middag komt de andere kant van de familie van mijn vriend. Want afgelopen week was het natuurlijk de ene kant. Nu komt de andere kant om nog zijn verjaardag te vieren en om het huis te bekijken. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb gisteren niet echt meer gefilmd. Dat kwam eigenlijk omdat ik deze kant van mijn vriendse familie niet allemaal kende. Zijn moeder was dan mee en zijn oom en tante, maar zijn oom en tante had ik nog nooit gezien. Dus ja, dan vind ik het een beetje gek om te gaan filmen.
Maar we zijn lekker uit eten geweest. Ik heb hopelijk jullie wel verteld dat we überhaupt uit eten gingen. Nog voor zijn verjaardag met deze kant van zijn familie. Maar daar twijfel ik nu een beetje over. In ieder geval, dan weten jullie het bij deze. Zijn oom en tante kwamen ons huis bekijken, want die hadden ze nog niet gezien. En ze hadden mij ook nog nooit gezien. En we hebben nog een stukje van Feyenoord gekeken bij ons thuis, want die speelde. En ze hebben hele mooie bloemen meegenomen. Ik ga het jullie laten zien. Deze bloemen hebben we van zijn moeder gekregen. Echt heel mooi. Ik vind het ook echt leuk dat het zo hoog is en dat er dan hier nog twee van die dingetjes uitsteken. En dan loop je hierheen naar deze bosbloemen die we van zijn oom en tante hebben gekregen. Ook heel erg mooi. Dus het huis ziet er echt weer helemaal gezellig uit met twee bosbloemen. Ik heb de nepbloemen die ik van mijn moeder heb gekregen eventjes in de werkkamer gezet. Maar kijk hoe gezellig dit eruit ziet. Helemaal blij mee. En vanochtend heb ik de weekvlog die vandaag online moest komen geëdit. Weer last minute. Weer niet op tijd. Ja, hij is wel op tijd online gekomen, maar ik wil hem natuurlijk eigenlijk voor het weekend af hebben. Maar het lukt me gewoon iedere keer niet. Ik haal altijd mijn deadlines last minute. Oh, ik heb dik. Wacht even. Oké, volgens mij is het weg. Maar ik heb in ieder geval de weekvlog geëdit. Ik heb het bed verschoond en gewassen en op een handdoek gewassen. Het strandhanddoek, want we gaan morgen waarschijnlijk naar het strand. Want het is vandaag 27 graden en morgen 32 graden. En daarna heb ik gegeten. Nog wat gepost op alle kanalen. Nu ben ik net klaar met eten. Ik dacht, ik vlog nog eventjes, want volgens mij heb ik deze week echt super slecht gevlogd. Maar ja, ik weet niet zo goed waardoor het komt. Wacht heel eventjes. Zien jullie dit? Dit is toch raar? Een soort vlekje op mijn been. Het ziet er niet uit als een moedervlek, want dat ziet er zo uit. Zo snel ben ik dus afgeleid. En nu ben ik ook heel mijn verhaal kwijt. Maar ik moet vandaag nog sporten. Dus ik ga zo meteen even naar de sportschool. Hier dichtbij gewoon. En dan doe ik eventjes 3 kwartier, denk ik, een workout. Dan ga ik naar huis, douchen, klaarmaken. Hopelijk heb ik tijd om nog eventjes wat te filmen. En daarna wat dingen online te zetten en te posten. Ik wilde ook eigenlijk nog mijn wenkbrauw verven. Ja, dat moet wel echt vandaag trouwens. Mijn wenkbrauw verven ga ik vandaag doen. En dan moet ik nog een video editen die ik morgen moet inleveren. Ja, dus dat is mijn planning. Dat ga ik vandaag doen. En dan is de week weer voorbij. Morgen ga ik dus naar het strand. Dus morgen ook lekker vrij. Hoef ik hier naar kantoor. Dus daar heb ik helemaal zin in. Lekker naar het strand, de eerste keer dit jaar. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Ik ga de weekvlog bij deze afsluiten. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken en een comment achter te laten. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei!